mensen van M&M's Cult en leuk dat jullie kijken naar mij, Molly. Dion. En dit is Mila. Dit is mijn nichtje Tjana. Rishana. Ja. Rishana, ja. En dat is Mariano. Ja. En zo meteen gaan we foto's maken voor Terug in de Tijd. Deel 2. En we hebben al een stukje opgenomen, dus... Dit is ook meteen... gewoon... Ja, jullie... Zeg maar de bekendmaking door deel 2 komt. Ja, jullie... Ja, hoe moet je dat zeggen? Slouwen in deel 2. Ja. Ik sla de hele tijd op de kont. Je hebt niet eens een kont. Ah, plop. Shana, loop nou zo, man. Plintron. Oké, maar... dus we hebben dus nou die... Prinsessen ding. Maakt niet uit. Prinsessending? Ja. Die Jurk. Ja. Prinsessenjurk. Ja. En van de week komt de kroontje binnen. Ja. Ja. En laten wij de foto's ook in het vlog zien? Of? Niet alles. Niet alle foto's. Niet elke foto's, maar het kan zijn dat er een foto in de vlog komt. Ja. Echt, ja, voor mij. Ja. We gaan zeg maar nog niet het verhaal vertellen, alleen deel 2 komt. Er komt een deel 2, maar het verhaal mag ik echt nog niet weten. Nee, we doen niet. Maar het wordt echt super vet, dat vertel ik jou ook wel zo. Waarom heb je die? Ja, weet niet. Heeft hij een pop gekocht? Ja, een hele enge pop. Ja, en we hebben ook pop. Die een beetje op Annabelle lijkt, alleen ja, kleiner. Dat is echt zo'n Annabelle pop, ja, alleen nog echt. Kleiner. En een beetje andere jurk. Ja. En een beetje enger. En een hoedje. Ja. En een hoedje. Maar oké. Okay. Moet ik dat boek meteen binnenleggen? Ja, we hebben ook een boek. Ik weet niet of jullie dat al weten. Maar kijk, dat is een boek. Een boek? En daar, mogen ze dat ook weten? Nee. Oh. Wacht, ik kan wel een beetje, kijk. Kijk, we hebben er al in geschreven. Ik. Mag ik nu? Alleen tegen niemand zeggen. Dan is het een vlog. Hé, hey, nou kun je het lezen. Ja, maar niet meer. Ja, maar ze konden het ook op pauze zetten. Ja, maar hij spelt een scherp. Maar ik kan niet meer aan het spelen. Ja. Oh, jij bent echt dom, hè? Oh. Ze zegt de pop doet niet meer mee, dus dan moet je het boek niet meer voorlezen. Nee, dat betekent dat ik niet meer mee mag doen. Bam, bam, bam. Nee, grapje. Eens, uit sommige vlogs kunnen we eigenlijk best een mooie shot maken, hoor. Ja. Als je daar gewoon een screenshot van maakt. Zij wil een prinses zijn. Wat denk je mijn plekje nemen? Oké, stop maar even met vloggen. De M&M Squad. Check jullie zo. Hoi, en we zijn nu aangekomen op de locatie waar we die foto's gaan maken. En jullie kunnen denk ik echt niet meer wachten totdat jullie Mila zien. Ja, laat maar zien. En dan moet nu. Alleen de pruik even. Oh. Wacht, dit moet er even beter op. En dat is Mila. Kijk. Het moet even beter krullen. En dit is de locatie. 1 euro te kopen. Een bosje, want ja. 1 euro. 1 euro om een foto te maken. Best wel mooi. Ze mogen wel een foto maken. Ja. 1 euro om een foto te maken. 1 euro om een foto te maken. 0 euro. Oh, armbandje moet uit. 1 euro. En Wil je hem even passen? Ja. Ik laat jullie. Haren. Die komen hier nog allemaal onderuit. Oké, okay, Mariano, de foto's komen in 3, 2, 1. Oké, we zijn nu weer bij een locatie, alleen al een stuk verder. En ik ben anders. En Mila is nou tanana. Ja. Maar oh, mijn pruik. En nou gaan we de lipstift doen. Kijk jullie mee? Ja, dat kan ik niet zo goed. Ja, je hoeft je mond niet zo te doen. Ja, je hoeft echt niet in de camera te kijken. Je moet kunnen mee. Op
op haar tanden gewoon. Doe niks. Oh, doe niet. Er zit een klein stukje zwart op haar tanden. Er zit zo'n klein stukje zwart op haar tanden. Oké, ga door. Ik heb een kleine. Moet zo... Kijk al wie hier tegenkomen. Mensen 50. 50. What's wrong? What's wrong, bro? Kijk dan. Dat kwam er echt uit. Bro. Fucking vet. Ja, nou, ik zweer, ik schrok mij helemaal kapot. Ik weet niet hoe dat heet als je mannen 50 worden. Hoe heet dat? Ja, dan krijg je... Gaat Abdul, nee. Ah, nee, je weet ik veel. Burger. Papa was echt niet. En dan krijg je gratis burger, toch? Ja, dan krijg je gratis burger bij je broodje. Ja, nou kijk. Maar als vrouwen 50 worden, 50 zijn, dan... 50 worden... Dan heet dat een Sarah, maar hoe mannen... Ja, hoe heet dat bij mannen? Ja, dat weet ik. Zet ze in de reacties. Abraham, toch? Abraham. Ibrahim, Abraham. Ik wil Ibrahim. Ik denk Abraham. Zou ik eens kijken? Gaan we zoeken. Ik weet niet meer zeker, hoor. Volgens mij, dat dacht ik in dit En geval. Dan zie ik jullie... Oké, hoe laat is het? Het is, ja... 9 uur bijna. Rond half 9. Half 9, 9 uur. En we gaan nou naar hem, want ja... Deze hier heeft nog niet gegeten. Nee, mijn moeder was bij de tatoeist, dus dat kon niet. Zijn moeder heeft echt veel tatoeages, jongen. Toch? Ja, ook veel. Dus jij bent zo groot, dat als ik heel mijn arm zo hou, dat jij er niet eens op staat. Dus ik moet altijd zo filmen. Dikke BW. Is dit een BMW? Ja. Ik heb geen verstand van het dus. Kijk, maar zo wel. Ja, zo is het wel heel veel anders. What the fuck? Wat is dat wel? Hier is ook één raam weggehaald, toch? Waar? Ja, zo. Echt? Ja, vrij wel. Wat moet je daarmee? Weet ik veel. Ik denk gewoon van alles. Niet filmen. Ik heb jeuk. Hij heeft jeuk aan zijn buik. Komt, hij heeft nog niet gegeten. Dat zijn echt lelijk. Het was gewoon echt, niet op, en niet zo veel meer zitten. Ja. Er staan er een deze straat. Een stuk of 8. In één straat. En die straat is nog niet eens zo lang. Nee. Maar jij woont in de Nassaustraat? Nee, Nassauplein. Oh, Nassauplein. En vanaf bij Kiara heb je... Vanaf hier is het IJskelderstraat. Kijk, ik woon precies zeg maar op de splitsing. Oh ja. Dit is Nassauplein, dit is IJskelderstraat. Daar heb je IJskelderstraat, daar heb je Nassauplein. Yo mensen. Het is nu 9:15, bijna 9:30. We lopen nu onderweg naar mijn huis. En het is best wel donker. Ja. Lampen staan aan. De maan is er. De maan? Waar is die? Oh ja, de maan is heel fel. Het is een halve maan. Ja, je kan hem zien. Het is een halve maan. Maar, zo is het nou weer mooi. En ze hebben hier echt fucking veel paarden. Check jullie zo. Oké. Mariano heeft een super vet geluidje, een diergeluidje. Maar ik weet niet of het nog kan. Probeer eens. Ja, ik kan super vet. Ik kan het wel een beetje. Wow, de Suzuki of dikke motor. Suzuki? Ja, dat is een motor. En we zijn bijna thuis. Oké, we gaan. Het is hier om de hoek. En we gaan via voor. Want ja, achterdeur is op slot. Maar de meeste mensen, dat hoop je eigenlijk niet te zeggen, want de meeste mensen gaan er gewoon voor. Want je vindt het raar als je die achterom naar binnen gaat. Ja, dat is best wel raar. Maar in de middag ga ik gewoon altijd achterom. Want ja. Dat is wel. Fijn. Maar in deze vlog heb jij gezien van Terug in de Tijd 2 dingen. En we gaan zeg maar niet zeggen de datum of zo wanneer het online komt. Maar het komt er in ieder geval wel aan.
Ja. Dus ja, misschien is het over een half jaartje of een jaartje. Maar dit keer wordt het wel zo 45 minuten. Ik kan je wel zeggen, het wordt iets 45 minuten, uur. 22 meer, zoals de eerste deel. Nou, het waren er 15. Ik schrik nog steeds van een kut 5, dat is het. Oh, heks. Ja. Ja, als jullie hebben goed in de vlog hebben gekeken, de vissen gaande. Bojo, nou is het heel anders. Nou is ze meer kop, precies. Precies zo achter deze auto. Kijk precies op mijn plek. Oh nee, nee, ik zweer het, nee. Nee, kijk, jongens, nee. Ik zweer het. Ze kijkt echt precies over de auto heen, wacht ik. Ja, dichterbij. Nee. Yo, nou kijkt ze me echt gewoon precies aan. Zegt, zometeen beweegt hij. Ik vind het eng. Ik ook. Maar kijk, vanaf hier. Ja. Ze keek me net echt serieus precies aan, nou nog steeds. Toen ik toen straks die pop voor het eerst zag, ik schiet hem helemaal kapot. Ik was vroeger ook echt altijd heel bang voor die poppen. Ik ook, man. Ik was allemaal rond aan het kijken en ik keek in één keer echt die pop aan. Ja, maar ik vind die vrouwenpoppen van zo'n ding dus wel eng. Dus schrik je echt kapot. En we zijn hier voor onze deur. Voilà. Oké, mensen, helaas moet ik nou de vlog afsluiten. Naar, hou jij mee vast, want dan kan ik de... Moet ik hem vasthouden? Dingen doen. En, out. Mam!